Aan de orde is de samenvoeging van de gemeente. Nou ga ik het voorlezen en neem me niet kwalijk dat ik misschien bepaalde gemeenten net verkeerd uitspreek. Maar goed, ik ga mijn best doen. Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woutrichem. Het was niet druk in de Tweede Kamer. Ook al was de publieke tribune redelijk gevuld met betrokkenen van gemeentelijke herindeling. Ondanks dat de kamerstukken die in deze behandelingsronde te sprake kwamen tot stand zijn gekomen door de gemeente zelf, waren er toch kritische vragen aan de minister. Wie heeft hierom gevraagd? Hebben de bewoners in al die gemeenten die de voorzitter zo dapper oplas, hebben die daarom gevraagd? Volgens mij niet. Ze zijn in ieder geval nergens om gevraagd. Voor ons ligt vanmorgen een hele reeks, dat u al gezegd, door u van 26 gemeenten. Ik ga ze ook niet allemaal opnoemen, want dat kost te veel tijd. Maar die alle met steun van hun gemeenteraden willen opgaan in 9 verschillende gemeenten. Voor mijn fractie is het goed te benadrukken dat bij deze herindelingen het proces tot tevredenheid is opgepakt en verlopen. Er is goed en grondig overlegd over de toekomstige gemeente en alle gemeenteraad stemde vervolgens in. Herindelingen waar het minder soepel gaat, krijgen de meeste aandacht, maar vaak verloopt het proces gewoon goed. Wat betreft de herindeling van Aalburg, Werkendam en Woutrichem en al de andere herindelingsvoorstellen, wij hebben daar niet echt probleempunten in kunnen ontdekken. Dus dat zijn zaken die in zijn algemeenheid natuurlijk aandacht vragen als kernenbeleid, dienstverlening richting de burger. En ook ja, die burger komt toch automatisch door die herindeling verder van het bestuur te staan, van het gemeentehuis te staan. Ik zou daar de aandacht op willen vestigen dat ook een goede vorm moet krijgen. Burgemeente Gorinchem kwam ook nog aan bod in verband met de herindeling van de gemeente Molenwaard en Gieselanden. Een deel van de bewoners van de gemeente Arkel, het is zojuist ook al genoemd, heeft aangegeven bij Gorinchem te willen horen. Waarom is daar niet naar geluisterd en waarom is er geen gehoor gegeven aan die optie? Heel goed dat de heer Krol ook voor Gorinchem aandacht vraagt. We hebben dat gisteren in het debat ook al naar voren gebracht en heb ik namens een aantal partijen een motie ingediend om naar die positie van Gorinchem te kijken. Dus ik denk dat wij elkaar goed begrijpen en wellicht dat we ook kunnen zoeken hoe we bij elkaar dat signaal richting de minister nog wat kunnen aanzetten. Er waren ook lovende woorden over de aanpak van de nieuwe gemeente Altena. De nieuwe gemeente Altena heeft alvast een toekomstvisie ontwikkeld. Visiegroepen uit de bevolking zijn aan de slag geweest met het opstellen van een eigen visie voor de nieuwe gemeente. En ruim 250 mensen hebben actief deelgenomen aan een van deze groepen. En bij elke visiegroep sloten ook één of meerdere raadsleden aan. En zo konden ze in een goed gesprek met elkaar ervaren hoe mensen nou aankijken tegen die nieuwe gemeente. En wat er zou moeten gebeuren. Welke behoeften er zijn en welke discussies er spelen. In dat proces heeft dat zijn vruchten afgeworpen in een grote betrokkenheid, ook alvast bij een gemeente die zich straks opnieuw moet bewijzen. Dat is een heel goed voorbeeld van hoe je het op een zorgvuldige manier doet. En ik hoop ook dat men zal merken in de komende jaren dat men daar voordeel mee heeft. Vervolgens was het woord aan de minister om antwoord te geven op de vragen. Voorzitter, veel dank. Ja, ook vandaag is er veel belangstelling. De publieke tribune zit vol met mensen waarvan ik aanneem dat zij voor een groot deel inwoners zijn van de gemeente waar we het vandaag over hebben. Of bestuurder zijn van die gemeente. En dat is denk ik verheugend. Dat vinden wij allemaal mooi. We behandelen nu inderdaad 9 herindelingsvoorstellen in 1 keer. Dus ik wilde mijn beantwoording beginnen met de algemene vragen die gesteld zijn, die voor een deel gisteravond ook aan bod kwamen, waar ik zal proberen nog wat dieper op in te gaan. Om daarna een aantal van de vragen over specifieke gemeenten te beantwoorden. Waarmee ik denk dat ook de Kamerleden niet hebben willen zeggen dat over die gemeenten waar er wat minder vragen over waren, dat er minder belangstelling voor is. Het tegendeel is natuurlijk het geval. Ja, misschien in het algemeen, alle voorliggende herindelingen nu zijn tot stand gekomen door de betrokken gemeente zelf. Dat betekent dat de gemeenten het initiatief hebben genomen, dat ze zelf de verantwoordelijkheid hebben genomen om te kijken naar wat er nodig is in hun gemeente en hoe de bestuurskracht in die gemeente versterkt kan worden. Daarmee nemen ze verantwoordelijkheid, dat is te waarderen. En daarmee hebben zij ook
een besluit genomen op een zorgvuldige wijze, volgens de regels van het spel, dus volgens een zorgvuldig proces. Wat ik ook observeer is daarbij is steeds geprobeerd recht te doen aan de standpunten die raadsleden innemen. Dat zijn uiteraard niet altijd allemaal dezelfde standpunten. Standpunten die inwoners hebben, emoties die ook worden ervaren onder de inwoners. Daar recht aan doen is niet altijd makkelijk, is een grote opgave. En daar hebben alle betrokken mensen, bestuurders, inwoners zich voor ingezet. Heel veel waardering daarvoor. De voorstellen die uiteindelijk voorliggen, die voldoen dus aan die criteria van dat beleidskader waar we gisteren ook al over spraken. Beleidskader uit 2013, waar dus een aantal criteria in worden genoemd. Draagvlak, interne samenhang en ook het dorps- en kernenbeleid hoort daarbij. De bestuurskracht, de evenwichtige regionale verhoudingen en de duurzaamheid. In de gevallen waar we het nu over spreken, is er sprake van ruim voldoende bestuurlijk draagvlak.